Ja, jongens en meisjes. Op de eerste plaats wil ik jullie van harte feliciteren met de mooie gerechtjes die jullie allemaal gemaakt hebben. Want de tijd was kort. We hadden heel korte tijd om voor te bereiden. En dat hebben jullie heel goed gedaan. We hebben als jury gekeken of het allemaal lekker is. Of jullie het heel mooi op een bordje hebben gelegd. Of het uit de regio komt. Van zijn er streekproducten? Is er gebruik gemaakt van streekproducten? En ziet het er allemaal lekker uit? En ik vind dat jullie zo goed je best hebben gedaan dat jullie eigenlijk allemaal een applaus verdienen. Maar zoals altijd kan niet iedereen winnen. Dus we hebben geproefd en we hebben gekeken en beoordeeld en erover gesproken. En we hebben twee gerechten die gewonnen hebben. Het ene gerecht is de beste in smaak geweest en de andere was het mooiste gerecht. En ik ga nu bekendmaken wie dat is geworden. Nou, het is nog even spannend, maar het mooiste gerecht, ja, het mooiste gerecht, dat was gerechtje nummer 3. Wie heeft nummer 3 gemaakt? Dat team. Dat, Pontus Pieter Zeeman, kijk eens aan. En nu gaat Wies jullie de prijs uitreiken. Een mooie bokaal. Gefeliciteerd jullie allemaal. Heel goed gedaan. Jij ook gefeliciteerd, hè? Wil jij nog even vertellen wat het precies was? Een wrap. Ja, dat was een wrap en die was heel mooi opgemaakt en die was gevuld met? Met kip en groenten. Met verse kip en heerlijke knapperige groenten. En dat vonden wij zo geweldig, dat jullie, omdat het ook zo mooi was, dat jullie deze prijs hebben gewonnen. Heel erg bedankt. Jullie ook. En veel succes, hè? Dankjewel. Oké. Ja, en dan gaan we nu, ja, nog even applaus. En dan gaan we nu naar het gerechtje wat het lekkerste was. Nou, alle gerechten waren lekker, dat zeker. Dus niemand heeft een gerechtje gemaakt, het was allemaal hartstikke lekker. Maar er was er één die er echt bovenuit stak en dat was gerechtje nummer 15. Wie is nummer 15? De radarschool. Dat was de biet, met de bietjes. Ja, ja. Het is een gerechtje en ik stond er echt van te kijken hoe, we stonden er echt van te kijken hoe mooi jullie het gemaakt hadden en hoe lekker het was. Want het is helemaal niet makkelijk om een bietje echt lekker op smaak te krijgen. Dus die was precies goed gekookt en ik dacht iets te proeven van een soort grill of barbecue, klopt dat? Ja? Ja. Nou, dat hebben jullie echt geweldig gedaan, want dan krijg je echt een hele mooie smaak. Hè? En ook van binnen, waar was het mee gevuld? Met aardappel, ja. Salade en met spek. En dat was zeeuwspek? Ja. Zeeuwspek, dus ook regioproduct scoorde heel erg hoog. Dus ik wil jullie van harte feliciteren met deze mooie prijs. En Wies gaat hem aan jullie uitreiken? Geweldig gedaan. Nou, en de bedoeling is dat, dit gerechtje ook straks in de winkel te koop is. En ook in restaurants. Dus ik ga nu kijken, samen met nog een heleboel andere mensen, van hoe we dat zouden kunnen gaan doen. Dus het kan misschien best zijn dat je over een tijdje jullie product in de winkel ziet.